In het stadsvervoer in Rotterdam wordt volgende week woensdag weer gestaakt. In de ochtendspits deze keer. Van 5 uur tot 8:30 in de ochtend rijden er geen trams, bussen en metro's. De RET'ers voeren nog steeds actie tegen de verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden en de geplande miljoenenbezuinigingen. In Hellevoetsluis zijn maandagavond laat zeker 4 vakantiehuisjes op camping De Kwak afgebrand en 4 andere ernstig beschadigd door een grote brand. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel moesten zo'n 20 campinggasten tijdelijk worden ondergebracht op een vakantiepark in de buurt. De brandweer had aanvankelijk grote problemen met de watertoevoer. Die problemen werden pas laat opgelost. Burgemeester Kleiweg van Hellevoetsluis heeft inmiddels aangekondigd dat er nader gekeken zal worden naar de watervoorziening. Een taxichauffeur in Schiedam heeft een man die hem probeerde te overvallen over weten te dragen aan de politie. Het incident vond plaats op de Johan de Witsingel. De passagier trok plotseling een vuurwapen, daarop volgde een worsteling en viel een schot, waarbij niemand gewond raakte. De klant ging er vandoor, maar de chauffeur wist hem in te halen en te overmeesteren. De overvaller werd overgedragen aan de politie. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De wind is matig tot krachtig en komt uit het noordoosten. En het wordt vanmiddag zo'n 15 graden.